natuur. Deze bijzondere lezing is geïnitieerd door het 4 en 5 mei-comité Amsterdam Zuidoost. Mijn naam is Susanne Rassavac en ik ben van het Indisch Herinneringscentrum. En gezamenlijk hebben we een mooi programma voor u samengesteld. En toen stond ik er alleen voor. Dit thema zoomt in op de positie van de vrouwen zowel binnen als buiten de kampen in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting. Het thema sprak heel veel mensen aan. Zoveel zelfs dat we echt een wachtlijst hebben moeten samenstellen. En ook helaas wat mensen hebben moeten teleurstellen. En om dat op te lossen, of enigszins op te lossen, hebben we nu een livestream in het leven geroepen. Dus er wordt nu geprobeerd om met een camera live te streamen op Facebook. En dat is dus te zien bij de pagina's van het Indisch Herinneringscentrum en van het 4 en 5 mei-comité Amsterdam Zuidoost. En dan geef ik nu graag het woord aan Maarten Lammers, Hoofd Centrale Bibliotheek. Toch nog een verrassing. Dames en heren, van harte welkom in de OBA. De bibliotheek, een centrum waarin kennis, informatie gedeeld wordt. Vaak in boeken, maar ook heel vaak in de vorm van ontmoetingen. En in de vorm van gesprek. En dat is belangrijk. Het is belangrijk om kennis, ook kennis van de geschiedenis, met elkaar te delen. Dus daarom zijn wij heel blij dat u hier allemaal bent. Om elkaar te ontmoeten, om kennis over die geschiedenis met elkaar te delen, om verhalen te vertellen en verhalen te horen. En het is een prachtig programma, ook om muziek te horen. Er staat ons een indrukwekkend programma te wachten. Wij zijn met de OBA blij dat u hier bent en dat we voor de zesde keer deze Indië-lezing een gastvrij huis mogen bieden. Ik wens u namens de OBA een hele mooie dag. Het effect daarvan rimpelt nog jaren na, over generaties heen. Op het niveau van individuele mensen zijn er geen winnaars of verliezers. Er zijn alleen maar kinderen die hun dromen aan scherven zien gaan. Er zijn vaders die noodgedwongen afscheid moeten nemen van hun gezin. Er zijn moeders die er plotseling alleen voor staan. De strijd ging voor hen over leven. En na de oorlog in de Persiap over de opbouw van een nieuwe toekomst.
Wie zijn de helden die we ons willen herinneren? Vandaag zijn dat de vrouwen die bereid waren hun verdriet voor zichzelf te houden en door te gaan met leven, omdat zij hun kinderen een beter leven gunden. Men zegt, als alle zekerheden ophouden te bestaan, dan betreden we een totale leegte, een stilte, een heilige ruimte waarin we dat wat ons mensen werkelijk waarde geeft kunnen ontdekken. Liefde en vriendschap. Dat is een boodschap die we ook heden ten dagen zouden moeten doorgeven. Er zijn zoveel mensen op dit moment die op pad zijn, hun huis en haard hebben verlaten in de hoop ergens een nieuwe toekomst op te bouwen. En dat vraagt om een boodschap van liefde en mededogen. Vanmiddag gaan we luisteren en kijken naar hoe het leven was voor de vrouwen in de periode die hun wereld in één klap veranderde. En wat zij vanaf dat moment af aan deden om te overleven. We hebben een heel gevarieerd programma. Voor de pauze hebben we Robin Blok met een lied. We hebben Remco Rade die iets gaat vertellen. Dan kijken we samen naar een fragment uit de film Buitenkampers. En om rond 3:15, we zijn een beetje uitgelopen, hebben we een pauze van circa 30 minuten. En daarna komen nog wat meer verrassingen. Ik wens u veel plezier. Zelf derde generatie. Ook mijn oma is mijn held, om het zo maar te zeggen. Hoewel toen, ja, zij is overleden toen ik rond 15 of 16 jaar oud was. En toen was ik me nog niet zo bewust van haar geschiedenis en die van mijn familie. En, ik pikte eigenlijk alleen maar wat losse signalen op, bijvoorbeeld. We waren daar vaak in het begin van het nieuwe jaar. Er was altijd schans springen op televisie. En daar keken we dan lekker na met een goed bord nasi goreng. En af en toe kwam een Japanner in beeld. En zonder te blikken of blozen zette mijn oma die dan weg. En wij keken om en dachten. En een paar minuten later werd weer teruggezet. En dat, ja, totdat. Het gebeurde eigenlijk elke keer als een Japanner. Dat vond ik heel vreemd. Maar ik kon er niet helemaal registreren waarom dat zo was in die periode. Maar ik weet wel, richting het einde. Mijn oma heette eigenlijk, was de jongste van haar gezin. En mijn vader is weer de jongste van zijn gezin. En ik ben weer de jongste daarin. En op een of andere manier was dat belangrijk voor haar, die lijn binnen generaties. En toen heeft ze op een zeker moment dit doosje gegeven en er zit een half rozenkransje in wat haar denk ik heel veel steun heeft gegeven op het moment dat ze in het kamp zat. Ze heeft er weinig over verteld, maar ze vond het heel belangrijk dat ik het zou hebben, dus ik heb het ook goed bewaard. Maar ja, zoals ik al zei, het is een half rozenkrans. Dus ik ben eigenlijk altijd benieuwd geweest, wat is de andere helft van het verhaal? En ja, als derde generatie durven wij misschien, zijn we iets overmoediger weer, durven wij weer wat meer vragen soms te stellen, die misschien mijn vader wat minder kon stellen. Dus ik hoop dat we vandaag met z'n allen ook die andere helft van het verhaal ook meer in kaart kunnen brengen. Ik heb speciaal hiervoor een lied gemaakt dat gaat over
al die moedige vrouwen binnen en buiten de kampen. Ik ga even mijn gitaar pakken. Ik ga hem niet gebruiken, maar het is alleen om de toon te vinden. Dus ik hoop dat ik de juiste toon heb gedaan. Goedemiddag, ik zie u niet.
Maar ik hoor u wel. In de allereerste plaats hartelijk dank voor deze uitnodiging van het Vier Vijf Mei Comité en het IAC. Het is ontzettend grote eer om hier te spreken over een onderwerp dat gevoelig is en dat ik buitengewoon ingewikkeld vind. Maar laat ik eens beginnen met een wat pijnlijke anekdote. Niet uit een oorlog, maar uit het veilige en wat besloten kringetje van de universiteit. Het speelt misschien zo'n 20 jaar geleden. Toen tijdens een seminar een spreekster, een historica, die met vrouwengeschiedenis bezig hield, openlijk vroeg of en in hoeverre wij, de toehoorders, in onze geschiedschrijving rekening hielden met het feit dat 50% van de mensen uit vrouwen bestond, stak een oudere, maar zeer eminente koloniaal historicus, een man inderdaad, zijn dikke vinger in de lucht en hij merkte op: het aardoppervlak bestaat voor 65% uit water, maar daar hebben we het toch ook niet over. Oh. En hij verliet de zaal. Nou, vanmiddag wil ik het over de zee hebben die vrouw heet. Meer specifiek over de vrouwen, moeders, dochters, echtgenoten, die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië of Indonesië hebben meegemaakt. En is er een goede reden om vrouwen apart te nemen? Velen. De belangrijkste is natuurlijk dat zij, door de oorlogssituatie gedwongen, vaak een aparte rol vervulden of moesten vervullen. En mede door hun vrouw zijn, andere dingen hebben doorgemaakt dan bijvoorbeeld mannen. Of misschien hebben ze dezelfde dingen op een andere manier meegemaakt. Hoe het ook zij, dat vrouwen een bijzondere positie in de oorlog hadden, werd al vroeg erkend. Veel vrouwen, vooral Tothok vrouwen, hebben in hun memoires en dagboekuitgaven verslag gedaan van hun belevenissen. Een proces dat meteen na de oorlog is begonnen en dat tot de dag van vandaag doorgaat. Een van de eerste monumenten die alleen gewijd waren aan de Japanse bezetting was dat in Apeldoorn voor de slachtoffers van de Japanse vrouwenkampen. Ze onthuld in 1971. Ik hoop dat u het goed zegt. Wat opvalt is natuurlijk dat het monument de vrouw in een specifiek licht zet. De moed van de vrouw wordt expliciet en overduidelijk gerelateerd aan haar beschermende functie tegenover het kind. In 1971 werd vooral die waarde eruit gelicht. En misschien klinkt daar anno 2017 nog iets van door in de frase: en toen stonden we er alleen voor. Uiteindelijk stonden de mannen er immers ook alleen voor. Maar wat we bedoelen is dat de vrouwen alleen verantwoordelijk waren voor de kinderen. En daar zit wel wat in. Maar de reductie van vrouw tot moeder is een perspectief op zaken die weer andere mogelijke dimensies, interpretaties van de oorlogservaring uitsluit. Bovendien suggereert het een vorm van afhankelijkheid van de vrouw, van de man, in elk geval die in de 21ste eeuw een beetje beperkt aanvoelt. Nu waren er, het is u bekend, ook vrouwen buiten de kampen, veel meer zelfs dan erin. En hun ervaringen hebben heel wat minder aandacht gekregen. Bijna niemand in Nederland weet wat er in de kampen is gebeurd, maar van de ervaringen van mensen buiten de kampen is al helemaal niets bekend. En dat is een schande. Al is ook alweer verklaarbaar. Pas heel laat, vele decennia na de oorlog, is het besef gaan doordringen dat het grootste deel van de Nederlandse vrouwen geen kamp van binnen hebben gezien. En toch zware oorlogsjaren hebben doorgemaakt. En dan vaak ook nog zonder man. Want alle mannen die in de mobilisatietijd een uniform hadden gedragen, werden geïnterneerd. En dat waren de meesten. Een probleem is, als we kijken naar wat de vrouwen hebben doorgemaakt en hoe ze daar verslag van hebben gedaan, is dat de documentatie over het leven in bezet Indonesië zo goed als ontbreekt. Wie schrijft, die blijft. En er werd buiten de kampen minder geschreven, lijkt het. Of althans, minder bewaard dan naar binnen. Pas in 1984 verscheen de eerste memoire over het buitenkampbestaan van mevrouw Moskou de Ruiten. Vogelvrij. En daarna zijn er nog wel wat verschenen, maar meer dan een handvol hebben we eigenlijk niet. En dat maakt een afgewogen beeld van de zeer diverse ervaringen buiten de kampen mogelijk. Nou, het feit dat deze vrouwen onder de Japanse bezetting in de samenleving, ik prefereer die term, dan buitenkamp,
boven buitenkamp, in de samenleving of in de kampen er alleen voor stonden, heeft een speculatie op gang gebracht over de gevolgen van deze vaak eenzame strijd. Dat zij zich niet dienstbaar konden of hoefden te maken aan de positie van de man, maakte dat de oorlogsjaren niet alleen als een periode van verloedering, van vernedering, van gemis is ervaren, maar ook een periode was van sterke bewustwording en misschien zelfs emancipatie. Zo wordt gezegd, zo is herhaaldelijk beweerd. En dat zou begonnen kunnen zijn met de mobilisatie van vrouwen voor de oorlog, toen ze ingezet werden voor de verdediging van Nederlands-Indië. Bijvoorbeeld in de Commissie voor Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd, de COVIM, of het Vrouwenautomobielkorps, of VAK. En die zouden de vrouwen van achter de naaitafel hebben gehaald en een publieke rol hebben gegeven. En de noodzaak die hen daarnaartoe viel om het eigen hachje te redden, in het huishouden of de zorg voor de kinderen alleen op zich te nemen, maakte dat een zelfstandigheid in de vrouwen zich openbaarde die na de oorlog moeilijk liet bedwingen. En dat is het verhaal. Dat is de eerste vraag die ik vanmiddag wil onderzoeken. Een andere kwestie is dat we nogal geneigd zijn om de verschillende raciale groepen en ervaringen los van elkaar te zien. Soms is dat terecht. Er waren immers meer witte vrouwen geïnterneerd dan Indonesische vrouwen. Maar op bepaalde cruciale punten ook weer niet. We kunnen de ervaringen van de vrouwen, van welke soort dan ook, niet helemaal los van elkaar zien. En dat we dat meestal toch doen, is een erfenis van de koloniale samenleving. Waarin de raciale en juridische categorieën, werd gedacht. En in zekere zin doen we dat eigenlijk nog steeds. Nou, laten we heel traditioneel eens bij de geïnterneerden beginnen. Dit is een van de eerste kampmemoires die zijn verschenen van mevrouw Hoijkaas van Leeuwen-Boopkamp in 1946 over het kamp Panubi, of over haar tijd in het kamp Panubi. Bestaat er zoiets als de kampervaring? Oppervlakkig gezien wel, natuurlijk. Elke geïnterneerde kan het verhaal vertellen van de registratie, de oproep, het afscheid, de transporten, de primitieve en benauwde onderkomens, de appels, de latrines, de zorg om kinderen als die er waren. En om de echtgenoten als die er waren. En het geleidelijke, toch gestage verval richting dood. Die voor velen wel, maar voor de meesten niet kwam. Maar we weten ook dat geen kamp gelijk was. Dat geen mens gelijk is. In een vorig leven was ik raadadviseur bij de wet uitkering vervolgingsslachtoffers. Daar werd het me duidelijk dat ieder mens op eigen wijze heeft gereageerd op de gebeurtenissen tijdens de bezetting. Dat had met de ernst van de omstandigheden te maken, maar ook met de psychische constitutie van de persoon. Het is verbazend hoe verschillend mensen uit de oorlog komen. Zoals Doetje van Velden in 1963 in haar klassieke studie over de interneringskampen al opmerkte, en ik citeer, het karakter en vooral de geestelijke bagage der betrokkenen waren van veel meer belang dan welke moeilijkheden ook. Als we de belevingswereld van de geïnterneerde vrouwen willen onderzoeken, komen we overigens een probleem tegen. Namelijk dat ondanks de grote hoeveelheid memoires en dagboeken er maar enkelen zijn die een samenhangend, analytisch verhaal kunnen vertellen die boven een vrij letterlijke waarneming van de eigen belangenwereld uitstijgen. Voor veel schrijfsters en herinneraars geldt toch, en ik zeg het met nadruk zonder enig dédain, het geldt toch voor de meeste herinneraars dat de horizonten wat nauw waren. Het isolement van het kamp, de dagelijkse beslommeringen om hygiëne, privacy en eten, de zorg om kinderen en geliefden, en niet te vergeten het wat gesloten expat karakter van veel witte vrouwen, maakte dat er maar weinigen zijn die een analytisch beeld kunnen schetsen van de eigen belevenissen en waarnemingen in die tijd. Het heeft ook te maken met het vermogen om te reflecteren en waarnemingen buiten het strikt dagelijkse te doen. En dat is slechts enkele gegeven. Het resultaat is dat vele dagboeken en interviews die in de loop der jaren zijn geschreven, verzameld en uitgegeven, een dramatisch beeld geven van de beklemming van het kampleven. Maar er zit ook een andere kant aan. De internering, hoe groot de schok voor het systeem ook was, versterkte in veel opzichten het isolement en de wat vernauwde blik, sociaal, psychisch en politiek. En dat is logisch. Het is dus maar de vraag, en dan kom ik op mijn eerste kwestie, het is dus maar de vraag of het kampleven een emanciperende werking heeft gehad. Het wordt vaak gesuggereerd
En niet alleen voor Indië. Door de tijdelijke scheiding van de man die naar het front is en door de inzet van de vrouw in de oorlogseconomie zouden vrouwen hun eigen waarde niet alleen meer binnen het gezin waarderen, maar ook erbuiten. En zich bovendien meer vrijheden kunnen voorgenomen. Jeanne van Dieu, die overigens haar man in de oorlog verloor, merkte later, ze was volgens mij in Campili geïnterneerd, merkte later in haar memoires op, veel vrouwen waren assertiever geworden en ze wilden eruit. Waarbij het niet duidelijk is waar ze nu uit wilden, niet alleen het kamp, maar ook het oude leven. Ook Eveline Boegheim heeft in haar proefschrift in 2009 laten zien hoe moeilijk het voor sommige vrouwen was om na de oorlog weer met man en gezin een eenheid te vormen en terug te vallen op de oude rolpatronen. Reunies, we zien er hier één, konden soms in een teleurstelling op een teleurstelling uitlopen. Toch dat terugvallen in het oude rolpatroon is wat meestal gebeurde. En ook al waren er vermoedelijk veel echtscheidingen na de oorlog, precies weten we het niet. We kunnen die niet rechtstreeks in verband brengen met een emanciperende werking van de oorlogservaring. Het probleem was dat er in de kampen wel sprake van scheiding was, maar nauwelijks, een scheiding van de man, maar nauwelijks van eigen initiatief, nog natuurlijk van vrijheid. Veel dagboeken en memoires laten niet zozeer een versterking van de eigenwaarde zien, maar het tegenovergestelde, apathie, zelfbeklag. En dat had je de koekoek natuurlijk in het uitzichtloze en geestdodende bestaan in de kampen. Gon Boissevin beschrijft dat aardig. Bij haar in het kamp Lampersari, bij Samara, zag zij vrouwen die, en ik citeer, totaal ontredderd waren bij de gedachte weer te moeten gaan leven als vrije mensen in een vrije wereld. 3 jaar lang hadden zij geen enkele beslissing zelf moeten nemen. Een vrouw die in kamp Abrara 6 zit, schrijft op 1 januari 1945 in haar dagboek: mijn levensdurf is lelijk getaand en dat was mijn grootste charme, geloof ik. Ik durf nu niet veel meer en ik ben aarzelend en onzeker in dingen waar ik vroeger recht op afging. Hoeveel hartekreten komen niet tegen van vrouwen die zich in de omstandigheden maar met moeite staande houden en naar de steun van hun man verlangen. Voor alle duidelijkheid, omgekeerd gold dat ook. We vinden ze ook bij mannen. De gedachte dat de internering een emanciperende werking had, wordt dus niet werkelijk geboekstaafd. Ook in politieke of maatschappelijke zin zien we eigenlijk weinig reflectie. Laat staan heroriëntatie in deze sterk veranderende samenleving. Eerder is het dat veel vrouwen zich in het kamp vasthielden aan oude denkbeelden van rangen en privileges. En vooral dat de vernederende kampomstandigheden eerder ondermijnend dan versterkend werkt. Misschien dat het buiten de kamp iets anders is geweest. We zien hier een foto van de Japaner Nishijima Shiketa. Ik moet eerlijk bekennen dat we niet zeker weten of dit nu voor de oorlog of tijdens de oorlog is. Misschien dat het buiten de kampen iets anders is geweest. Toch was ook daar sprake van een isolement en van een intens gevoel van existentiële angst. En een wantrouwen jegens de omgeving. De muren en de buren hadden immers oren. Maar toch was de interactie met de omgeving intensiever en moesten er reële keuzes gemaakt worden die in het kamp, kampen minder ruimte. Helaas is veel in de mist van de tijd verdwenen en is er heel weinig onderzoek gedaan. In het programma Andere Tijden, dat u waarschijnlijk allemaal heeft gezien, is de afgelopen 2 weken eindelijk aandacht besteed aan de ervaringen van Nederlanders buiten de kampen. Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik vond sommige getuigenissen, ik moet het eerlijk bekennen, weinig verrassend en soms vrij karikaturaal. En dat is niet vreemd. Na 75 jaar is het verleden een verhaal geworden waarin het onduidelijk is wat is beleefd en wat gaandeweg in de lange tussenliggende tijd is opgepikt of is ingedikt. En in de meeste gevallen krijgen we dan vrij ruwe algemeenheden voorgeschoteld. Toch waren er enkele sprekende getuigenissen in de aflevering van Andere Tijden die duidelijk maakten hoezeer het leven buiten de kamp een balanceeract werd tussen loyaliteit aan de oude orde en een pragmatisch meebewegen met de druk van de omstandigheden. Ook is duidelijk dat de Nederlanders in bezet Indonesië op veel momenten met de rest van de bevolking moest meedoen. Zo moesten zij als iedereen op gezette tijden met de buurt gymnastiekoefeningen op straat doen en deelnemen aan de collectieve schoonmaakdagen of, zoals op de afbeelding, aan de brandblusoefening. Ook maakten ze onderdeel uit van het nieuwe buurtsysteem, op Java althans, waar ze moesten verschijnen op de bijeenkomsten van de Tonali Gumi.
En niet zelden hadden Nederlandse mensen een functie in het wijkensysteem. Mannen, die voor de oorlog toch vaak kostwinners waren geweest, waren in de meeste gevallen geïnterneerd. Inventiviteit was dus geboden om aan eten te komen. En vrouwen ontplooiden inderdaad vaak economische activiteit. En ze kochten hun kostje met het bereiden van suikerwaren en van ander eten. En in de schitterende interviewcollectie van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, die in de Leidse Universiteitsbibliotheek wordt bewaard, vinden we talloze voorbeelden van zoveel dat het lijkt alsof de verkoop van borstplaat de hele Indische gemeenschap in bezettingstijd overeind heeft gehouden. Maar dat is niet zo. Bijna allen moesten vroeg of laat naar de Chinese geldschieter met sieraden, bestek of meubilair. En er werd ook gewoon gewerkt, verrassend veel zelfs, op kantoren, in bedrijven. Al waren dat vooral de jonge meisjes, de dochters, de juffrouw, die baantjes konden vinden als administratief medewerkster of als koffiejuffrouw. En toch komt in de getuigenissen van Europeanen die op vrije voet bleven, in hun memoires, dagboeken en interviews, ook een zeker isolement naar voren. Ik suggereer het al even. Hoewel veel vrouwen deelnamen aan het economische leven, bleef het intieme sociale verkeer vaak beperkt tot de eigen kring. Dat wil zeggen, tot andere Europeanen. Vaak wantrouwden de vrouwen hun Indonesische buren. Omdat veel Europeanen in duurdere wijken woonden, waren er ook vaak woonhuizen in de buurt waar Japanners waren in ingekwartierd. Hetgeen bijdroeg aan de prudentie, aan de gevoelens van onveiligheid. En je moest op je tenen houden. Ook bleven de interacties met armere Indonesiërs daardoor beperkt. En we moeten ons beseffen dat Europeanen er in klassen en standen waren. En dat de verhalen die zijn doorgegeven, bovenal die zijn van de Indische Nederlanders, die na de bezetting naar Nederland zijn geëmigreerd. Ik heb het sterker vermoeden, het is een vermoeden, maar wel een sterk vermoeden, dat de nagelaten getuigenissen toch uit een iets hogere klasse kwamen. Daar was de loyaliteit aan Nederland en het Koningshuis doorgaans vrij sterk. Overigens tot frustratie van het Japanse gezag. En van een politieke emancipatie of een heroriëntatie kwam ik bij de getuigenissen van vrouwen echter heel weinig tegen. Maar we zijn er nog niet. Wat was het verschil dan precies tussen vrouwen met Europese status of achtergrond, die niet werden geïnterneerd, en Indonesische vrouwen? Ze maakten immers beide de bezetting door in dezelfde samenleving. Uiteraard, Indonesiërs hoefden ook een achterban te kopen. Ze werden niet geregistreerd als buitenlands. Maar verder, hoeveel vrouwen, Indonesische vrouwen, hebben het niet lange tijd zonder man moeten stellen? Zoals de Japans-Australische historicus Satoshi Gero heeft vastgesteld, hebben 10 miljoen volwassen Javaanse mannen vroeger of later voor kortere of langere tijd aan het publieke werk moeten arbeiden. Honderdduizenden van hen zijn buiten Java gestuurd. Ook in de andere eilanden zijn de meeste mannen als arbeider ingezet tegen geringe of geen betaling. Daarnaast waren er duizenden soldaten in Japanse dienst. En ook de vrouwen van deze arbeiders en de anderen stonden er dus alleen voor. Ze moesten voor hun hachje en dat van hun kinderen zorgen. En ook zij konden en werden het slachtoffer van Japanse intimidatie of aanranding. En over deze thuisblijvers weten we niets, of heel weinig. Nog minder dan voor de niet geïnterneerde Europeanen. En van deze 35 miljoen Indonesische vrouwen is dus heel weinig bekend. En het is misschien wel eens aardig om te zien hoezeer het lot van de Europese en Indonesische vrouwen door dezelfde ontwikkelingen werden bepaald. Het valt namelijk op hoezeer de ervaringen en de bewoordingen waarin de ervaringen werden gegoten op essentiële punten misschien niet overeenkwamen, maar toch vergelijkbare referentiepunten hadden. Ons idee van een gescheiden wereld van Indonesiërs en van de Europeanen gaat maar ten dele op. Wel was er, in deze Indonesische kringen, een wezenlijk verschil tussen de ervaringen van de lagere klasse, de boeren en de arbeiders, en die van de hogere klasse. En uit die hogere klasse is een zeldzaam dagboek overgeleverd, namelijk van de regentendochter Minahasa Wirunata Kusuma, die in Jakarta naar de HBS ging. Dat is een elite meisje. En haar dagboek, in persoonlijk bezit, getuigt van een relatief zorgeloos bestaan van bruiloften, van uitjes en bezoekjes. Maar net als de meeste Nederlandse kinderen kreeg ze ook thuisonderwijs. Zei dat het in haar geval niet ging om Maleis, dat het in haar geval ging om Maleis. En ze sprak Nederlands, Soendanees en Arabisch. En om de leer van de islam.
Maar toch kreeg ook zij kritiek van de bezetting mee. Niet alleen in de vorm van de Japanse aanbidder, maar ook van verplichte corvée-diensten voor het bewerken van braakliggend land. En moest ze herhaaldelijk verschijnen op de Harik Seratan Rakyat, volksgezondheidsdag, waarbij ze straten moest schoonmaken. En we zien hier, met haar moeder was gescheiden, ze stond er alleen voor. We zien dan de foto met haar broer An, die bij de stadsmilitie gemobiliseerd was. Zo zie je wat ervaringen kunnen samenvatten. Minasi's dagboek, niet uitgegeven dus, laat zien hoe zij zich geleidelijk ontwikkelde. Het betrof niet alleen een coming of age van een meisje tot vrouw, maar ook een heel geleidelijke heroriëntatie van haar politieke persoonlijkheid. En deze verliep van een zekere naïviteit, waarin de koloniale verhoudingen een sterke logica behielden, tot een duidelijk bewustzijn dat de toekomst van Indonesië aan de Indonesiërs moest toevallen. En de eerste tekenen dienen zich al meteen na de Japanse overname aan. Op 9 maart 1942 schrijft ze: heb ik dan helemaal geen idealen van de vrije Indonesië? Ben ik dan zo Hollands opgevoed? Ze hangt nog sterk aan de Nederlandse cultuur en aan de verwachtingspatronen van het koloniale Indië. En haar politieke bewustwording steekt sterk af tegen het volstrekt apolitieke van de Europese auteurs. Uiteraard was ze de dochter van een Indonesische bestuurder, dat hielp. Haar aantekeningen maken duidelijk dat er bij de bezetting iets te winnen viel. Zij kon Indonesiër worden en vorm gaan geven aan het nieuwe Indonesië. En inderdaad begint ze in haar dagboek steeds vaker aan Indonesië als toekomstig vaderland te refereren. Maar toch capituleert ze laat voor die nationalistische boodschap. Pas vanaf 1 januari 2605, oftewel 1945, gaat haar dagboek over van het Nederlands naar het Indonesisch. En we kunnen natuurlijk die ervaringen van de regententochter moeilijk representatief maken voor de Indonesische vrouw. En voor die 35 miljoen. Zij, een regentendochter, opgeleid met de Nederlandse en Indonesische vinfleur, groeide op in een omgeving waarin de nieuwe elite van Indonesië werd klaargestoomd, het koning Willem III in Batavia. En later in de faculteit farmacologie van de universiteit in Jakarta, nog steeds in bezettingstijd. Van honger was bij haar thuis geen sprake. Vreemd genoeg lezen we in haar dagboek nagenoeg niets over haar geïntimeerde klasgenoten van de ABS. Ook zij verkeerde dus in een kring van gelijken. Hoe dan ook, de meeste andere Indonesische vrouwen waren stukken minder bevoorrecht of waren het slachtoffer van de economische of seksuele dictaten van de Japanse bezetters. We zien hier een propagandabeeld van patjollende vrouwen op Java uit april 1944. Dit was geen vorm van emancipatie natuurlijk. Arbeid op het land hadden vrouwen al eeuwen gedaan. En nu was het slechts onder druk van de Japanners en de Japanse organisaties. Zoals de Organisatie voor Mobilisatie van Vrouwen, de Fujinkai. Op allerlei manieren werden vrouwen ingezet om straten schoon te maken, jaakbomen te planten voor de castorolie, om braakliggend terrein open te leggen, maar ook om sokken te breien en kleren te maken voor het Japanse leger. En hoe ver lag dit dan? Ik zei jaakbomen, dat moet u herkennen. Hoe ver lag dit eigenlijk verwijderd van de ervaringen van de Europese vrouwen, die zo vaak als uniek en specifiek voor de eigen groep worden gezien? Hier zien we Kampung Makassar, ten zuiden van Jakarta, een kamp dat in januari 1945 was ingericht om groenten te verbouwen en zo niet voor andere kampen te produceren, dan toch zelfvoorzienend te zijn. Het is de uiting van het Japanse beleid om elke ziel voor de oorlog in te zetten. En de druk op Nederlanders buiten de kampen, de werkkampen voor Europese jeugd, de schoonmaakdagen, de plicht om jaak te verbouwen en met de buurtarbeid mee te doen, werd misschien door Europeanen als discriminerend ervaren, maar past in wezen in een algemeen patroon van mobilisatie van het hele volk door het Japanse bestuur. En ook de verloedering, de verarming en de hongersnood die we in de meeste kampen aantreffen, zien we terug in de Indonesische samenleving. En ik wil zeker niet ontkennen dat de Japanse autoriteiten een moorddadige onwil, onverschilligheid of onkunde aan de dag legden waar het de verzorging en de behandeling van geïnterneerden betrof. Maar geef slechts aan dat honger en gebrek alle kwetsbaar in Indonesië trof. Oké, dit is een manipulerend beeld, want het is een foto die Charles Breyer maakte van Bedelares in 1946 in Batavia. Maar goed, het wijst ons tenminste op een probleem dat wijdverbreid was.
en dat we in veel rapportages tegenkomen. En in een enkele getuigenis van een Europese vrouw. Het is een beeld dat zeker in de laatste jaar of anderhalf jaar van de oorlog te zien was. Net als in de interneringskampen dus. De honger die in de kampen heerste, vooral in dat laatste jaar van de oorlog, was niet beperkt tot de wereld binnen het Quebec. Tijdens haar transport van kamp Kota Paris in Bogor naar kamp Makassa in Jakarta, zag Beb Fuik vanuit de trein voor een spoorwegovergang een vrouw wachten, gekleed in een jutezak die met een touw onder haar oksel was aangesnoerd, in plaats van een sarong. Ik citeer. Schouderbotten en sleutelbeenderen, vleesloos als van een geraamte. Haar man was in een mat gehuld, rond de heupen vastgeschort met wat oude vodden. Haar borstbeen was zo mager dat het uitstak. En later, eind juli 1945, al bijna tegen de bevrijding aan, noteert ze, na een uitje met de sjouwploeg buiten het kamp, er is weinig volk op de weg, de mensen zien er slecht uit, mager. Onze eigen soort vervallen magerheid, uitgehongerd als wij. Maar twee stadia verder. Er zijn niet veel vrouwen of mannen te vinden die de eigen situatie op een dergelijke manier konden relativeren. De economisch zwakkeren waren de klos. Bedenk dat achter iedere geïnterneerde één of meer bedienden waren die werkloos werden. Niet voor niets stonden veel baboes in augustus 1945 weer klaar om hun njonja's weer te dienen. Vreemd genoeg ben ik nog nergens tegengekomen dat de baboe en de njonja elkaar hun wederwaardigheden onder de Japanners hebben verteld. En je hoopt dat het toch ergens is gebeurd. Ook uit het onderzoek van Hilde Jansen en van anderen naar de Indonesische seksslavinnen, beter en ten onrechte bekend als troostmeisjes, blijkt hoe kwetsbaar de armere vrouwen waren. Zij werden geronseld in alle klassen. En zoals u weet, ook een enkel Europees interneringskamp. Maar toch vooral onder de meisjes op het platteland, die hun behoeftige familie wilden ontlasten. En velen werden misleid of domweg gekidnapt. Aantallen? We weten niets met zekerheid. Een inventarisatie van de belangenorganisatie telde er in de jaren 90 enkele tienduizenden. En in mijn praktijk als adviseur bij de wet uitgering vervolgingsslachtoffers ben ik ook wel eens een Indische familie tegengekomen die hun dochter aan de Japanners meegaf. Hoe vaak het is gebeurd weten we niet. Maar het geeft aan dat bepaalde ervaringen en praktijken niet strak aan de lijnen van ras of juridische status gebonden waren. En ook hier geldt dat het interviewen van Indonesische vrouwen heel zelden tot heel specifieke informatie levert. Over het algemeen worden ervaringen gegeneraliseerd tot een Nederlandse tijd waarin rust en orde heerst en een Japanse tijd waarin de vreedheid en onzekerheid overheerst. En we kunnen dit alles eigenlijk alleen maar begrijpen tegen de achtergrond van de Japanse bedoelingen met Indonesië. Die betroffen in de allereerste plaats de exploitatie van grondstoffen die voor de oorlogvoering essentieel waren, zoals olie en rubber. Dat was altijd een goede. Maar daarnaast speelde in de planeconomie die de Japanners in Indonesië invoerden de zelfvoorziening een belangrijke rol. En daar heeft iedereen mee te maken gehad. Het wordt tijd om af te ronden. We zien vrouwen graag als moeders. En veel vrouwen zien zichzelf vermoedelijk graag zo. Maar anders dan in 1971, toen het kampmoedermonument in Apeldoorn verrees, beseffen we nu beter dat vrouwen meer zijn. En ook meer waren. Maakte de bezetting de Nederlandse vrouwen zoveel zelfstandiger? Had het feit dat ze er alleen voor stonden een emanciperende werking? Het is voor de historicus niet goed waar te nemen, maar de signalen zijn zwak. De naoorlogse situatie gaf een heel eigen dynamiek waarin vrouwen inderdaad nieuwe rollen gingen vervullen. Maar we zien ook een snelle terugkeer, en ik leun opnieuw op het onderzoek van Eveline Boegheim, naar oude patronen en vrouw en manrollen. Dat gold overigens ook voor de verhouding tussen de bevolkingsgroepen. De Japanse tijd was een duister intermezzo waarin Nederlanders hun wereld zagen instorten, maar waarin hun wereldbeelden dankzij het isolement overeind kon blijven. Aan sommige Indonesiërs, of wie zich zo beschouwde, gaf de bezetting zeker nieuwe vleugels. De toekomst in Indonesië was voor Minah Sidi Lenatukusuma dan ook meer belovender dan voor veel Europese vrouwen. Voor die laatste bood de oorlog slechts de ervaring van verlies en een onzekere toekomst. In de steden en dorpen stonden de Europeanen veel meer bloot aan de signalen uit de samenleving. En inderdaad hebben verschillende vrouwen voelen aankomen dat er een wind was opgestoken die niet snel zou gaan liggen. Maar veel waren het er niet.
Overigens zag niemand depressie aan aankomen. Een periode die voor de betrokkenen veel grotere existentiële angsten meebracht dan de Japanse bezetting. Hoe dan ook, er lijkt dus een logica te zijn in de gescheiden oorlogservaring van Europeanen en Indonesiërs en tussen geïnterneerden en de mensen op vrije voeten. Maar voor een deel, dus niet helemaal, maar voor een deel, is dat ook een zaak van perceptie. We zijn zo gewend geraakt om in termen van etnische of nationale categorieën te spreken. Witte in het kamp, bruine erbuiten. De Indische Nederlanders tussen bal en schip. Er zit veel waarheid in, maar even zoveel onwaarheid. We zien dat de Japanse bezetting op heel verschillende wijze de levens van de vrouwen in Indië of Indonesië heeft bepaald. Voor een deel liepen de verschillen langs lijnen van herkomst en nationaliteit, maar niet volkomen. Wat er hieruit concluderen valt, is niet zo eenvoudig. Misschien moeten we de mens nemen zoals ze is, voordat we haar tot een ruwe categorie van vrouw, Europeaan, buitenkamper of Indonesiër reduceren. Tot op grote hoogte is het vraagstuk van de groepservaring toch een kwestie van wie laten we het verhaal vertellen? Welk gewicht hangen we daaraan? Het feit dat we de Nederlanders als kampslachtoffers oormerken, buitenkampers als mensen die tussen wal en schip vielen, zagen die geïnterneerden dan in het schip, vraag je af. En Indonesiërs als vrijheidsstrijders is een veel te ruwe hokjesexercitie. Elke geïnterneerde is immers ook een buitenkamper geweest. In die zin is het tijd voor een decolonisatie van de Indische bezettingsgeschiedenis. Een eerste stap zou zijn om naast elke Europese vrouw een Indonesische te zien. U zult zien hoe ons geschiedenis daarvan opkomt. Dank u wel. Dat ze je aan kunnen schieten in de pauze, zo meteen. Hij klinkt van ja. Waar ik heel erg blij mee ben, is je uitspraak dat we voorbij categorieën moeten gaan denken. Ik denk dat dat een hele goede intentie is. We gaan eerst even kijken naar een aantal fragmenten uit buitenkampers, ook zo'n categorie. En de indrukken daarvan op ons laten inwerken. Onze pastoor die bracht op een gegeven moment zijn bibliotheek bij ons in huis. Want hij zegt, ik moet het kamp in. En dan kunnen ze aan die boeken niet komen. Bewaren jullie dat maar voor na de oorlog. Mijn vader was uiteraard de kostwinner. Hij bracht het salaris binnen. Want mijn moeder, die lerares was, werd meteen ontslagen. En toen hij dus vertrokken was, het krijgsgevangenkamp in... Toen had mijn moeder helemaal geen inkomen. Ze hebben het nog geprobeerd om bij de bank het geld terug te halen, maar dat werd meteen geconfiskeerd. Ook het salaris kwam niet meer binnen. Dus we hebben in die tijd echt 4 jaar lang hebben we eigenlijk onszelf moeten bedruipen. In mijn gevoel heeft Nederland op 8 na gecapituleerd, werd mijn vader op 9 na krijgsgevangen. En zag ik op 10 maart vrachtwagens langsrijden waarop mannen stonden, krijgsgevangenen. En een van die mannen was mijn vader. En nee, je mocht niet groeten. We wisten al dat de Jap nogal gauw sloeg en hard sloeg.
Dus ik deed wat aan mijn haar toen ze langs reden en mijn vader krabbelde op zijn hoofd. En daar ging die met de vrachtwagen. Verdween hij uit mijn gezichtsveld. En in mijn beleving op dat moment verdween hij uit mijn leven. Papi, waar ga je heen? Dit is niet goed wat nu gebeurt. Hij verdween op dat moment uit mijn leven. De Japanners maakten een bewust onderscheid, een raciaal onderscheid, op basis van gemengdbloedigheid. De Nederlandse Nederlanders waren dus 100% Europees en gingen daarom de kampen in. Maar voor de Indische Nederlanders hoopten de Japanners dat die de kant van Japan of de Japanners zouden kiezen. En die kregen dus de gelegenheid om buiten de kampen te blijven, maar moesten daarvoor een bedacht eraan hebben. En dat kun je vergelijken met wat hier in Nederland door de Duitsers een Ausweis werd genoemd. De bedacht eraan was belangrijk omdat je moest aantonen dat je naast Europese voorouders ook Aziatische voorouders had. En degene die alleen Europese voorouders had, ja, die werden dus opgesloten in de kampen. Maar als je dat kon aantonen aan de hand van genealogieën, dat je ook nog Javaanse of inheemse voorouders had, dan bleef je uit de kampen. Wij zijn wel buiten de kampen gebleven, want we horen nergens bij, niet bij de Hollands en niet bij de Javaan. En als we langs de kampen liepen van de Europeanen, dan riepen ze vuile verrader, maar wat konden wij aan doen? Niks natuurlijk. Hè? Wij hebben Nederlands bloed in ons en wij hebben Indonesisch bloed in ons. Zo, we weten ook niet, wij behoren niet bij Indonesië en wij behoren niet bij de Nederlanders. Hè? Wat zijn we eigenlijk? Indo? En soms raakt het, joh. Weet je, wat zijn we eigenlijk? Mijn moeder die moest maar zien aan geld te komen. Dus wat ze vaak deed is, wat ze begon te doen met allerlei dingen te verkopen aan de Toekang Botol. En je weet wat zo'n Toekang Botol is. Een Toekang Botol is iemand die van alles opkoopt. Een botol, eigenlijk is hij begonnen met flessen op te kopen, maar later gingen ze ook kleren en schoenen. En wat je maar wilde verkopen, dat kochten ze dan. Maar dan begint toch langzamerhand die honger, die begint te knagen. Al die kleine kinderen, ik was toen een jaar of 11. Dan voel je het wel. Maar al die kleine kinderen die we in huis hadden, allemaal honger. Wat had je nog? Ik zal nooit vergeten dat je dan een soort kram kreeg in je maag. Hè? Want ik was op een gegeven moment zo mager als een scharmikkel gewoon. Hè? Kleding hadden we niet meer. Hè? Ik liep dan in een soort broek van juttenzak. Dat was het enige wat we hadden. En mijn moeder die maakte dan een soort broek van, en met een touwtje, color noemen ze dat. Nou, zo liep je rond. De oorlog was afgelopen en opeens werden de kampen geopend en daar kwamen plots in blanke Hollandse kinderen. He, en vrouwen kwamen uit het kamp. He. Die gingen zo naar Amarawa binnen. Nou, dat was voor ons Indo's was het gewaarwording. Zeg. Plotseling zoveel blanke kinderen. He. En die hadden nog kleren aan en schoenen aan. Terwijl wij in een karongbroekje rondliepen, he, zagen we zeg. Het is net of er... Ik weet nog heel goed dat wij gedacht hebben, nog komt plotseling die Hollandse tijd weer terug. En zo dachten ook sommige Indonesiërs dat, hè? Dat die Hollandse tijd. Hè? Dus dat was een moment van eigenlijk blijdschap, hè? Van de Hollandse kant. Hè? En wat zo'n een soort opmerkzaam van de Indonesische groep. Ik denk, verdomme, daar komen plotseling Hollanders buiten. Proclamatie. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Musuh Belanda, musuh Amerika Inggris, musuh Belanda, musuh-musuh tersebut wajiblah dihancurkan. Veel mensen weten niet dat we eerst de Joppen tegen ons hebben tijdens de oorlog en daarna kregen wij de Indonesiërs tegen ons, wat veel erger was. Ja. Het is eigenlijk dubbel erg, want ze hebben zo'n haat tegen een ieder die maar een klein beetje Nederlands bloed in zich heeft. De jongeren vooral, die werden opgejut om de Nederlanders te verjagen, hè? Om bezit te nemen van. Je ziet dan inderdaad dat in die paar maanden na de Japanse capitulatie de Bersiap om zich heen grijpt. Men zocht in feite mensen die de Nederlandse regering of het koloniale bewind steunden. Nou, dat waren dus de Indische Nederlanders die niet in de kampen zaten. De Nederlanders die in de kampen zaten werden beschermd door hun vroegere vijanden, de Japanners, wat op zich natuurlijk ook vreemd was. Maar de Indische Nederlanders waren volstrekt vogelvrij. We waren allemaal opgesloten in één huis. Eigenlijk om vermoord te worden. Om vermoord te worden. Ja. Door de Indonesiërs. Door de Indonesiërs. Ja. Moet je ook zeggen, iedereen die maar wat Hollands bloed in zich heeft, is taboe, is noble, is inderdaad. Niet goed. Iedereen die van Hollands afkomst, van Nederlandse afkomst is, die worden als vijand beschouwd. You know, als zo, vijand beschouwd. Zo, en toen werden zoveel vermoord. Die worden gewoon vermoord. Door gelukkig de Indonesiërs. Dat ik die Japanners daar, you know, bij hun. En die kwamen in die kampong waar wij allemaal opgesloten waren. Toen zei hij tegen de Indonesiërs, hij had een handgranaat in zijn hand. Als er wat met deze familie, een van deze families gebeurt, dan gooi ik deze hele dorp plat. Zo, en die Indonesiërs die waren vroeger zo bang voor de Japen. You know? Yeah. De Japen, als ze maar even hun geweer zo doen, dan zijn ze smeren ze allemaal. You know? Ze zijn maar bang voor de Japen. Zo eigenlijk heb ik aan de Japanners te danken dat wij niet afgeslacht zijn. Kijk, dat is mijn moeder. Maar als ik denk wat ze toch al die jaren heeft gedaan om ons door de oorlog heen te slepen. Want het waren toch echt al die vrouwen, zonder mannen, zonder inkomen, die hun kinderen toch wel door die hele oorlog 4 jaar lang doorheen gesleept hebben. En zonder klagen. Ze stonden altijd klaar. En daar heb ik bewondering voor. Zelfs tot de dood erop valt soms. Ik vind het heel knap wat die vrouwen toen gedaan hebben. En er zijn er enorm veel moeders die dat gedaan hebben. My parents never talked about the war. And I say, why? Why? And then I realized after a year or so that they couldn't talk about it. The first generation was so, like my father, like my mother, they cannot talk about it. So we as children inherit that and it comes out in different ways. Maybe in anger, maybe in questioning everything. We have this background of crises, of trauma that nobody knows about, and we don't even talk about. What we do is we suppress it. We suppress it, and then it comes out. Mijn jongste zoon heeft in een fase in zijn leven dat hij problemen had,
in zijn huiselijk leven. En zijn conclusie was, ik heb de keien van pa in mijn rugzak gestopt. En die hebben mij terneergedrukt. Ik moet werken om zijn keien uit mijn rugzak te gooien. Ik heb genoeg aan mijn eigen pakje aan. Ik hoef niet zijn keien mee te... En dat is dus ook het nadeel van zwijgende ouders, dat kinderen het dan overnemen. Dat zwijgende ouders die rugzak van dat kind vullen met hun zwijgen. Oma, ik heb nu een stuk ingestudeerd en dat komt je misschien bekend voor. Want mama vertelde mij dat jouw moeder dat nog heeft gespeeld in Nederlands-Indië. De Liebestaal van Liszt. Voor kunst, voor schilderijen. Ik wou graag onze schilderaar voeren. Mijn naam is Herman Borsink. Ik heb voor het comité 4, 5 mei een serie schilderij van verzetshelden geschilderd. Die roots eigenlijk niet hebben in Nederland.
zoals wij dat kennen, maar in de Nederlandse kolonie. En daar zijn er drie van hier aanwezig, drie vrouwen. De collectie is momenteel 14 schilderijen groot, van Noord- en Zuidoosten. In de pauze heb je ze gekozen om te bekijken. Dat lijkt me erg. Anna Kerkhoven, die is gefusilleerd bij Haren, heeft in het verzet gezeten in Groningen, gemarteld. Evi Poetira heeft hier in het verzet gezeten, is na de oorlog naar Indonesië gegaan en heeft daar weer tegen Nederland gevochten. En Koos Ayal, die heeft op Papua New Guinea in het verzet als 15-jarige gezeten, is na de oorlog een aantal keer onderscheiden en naar Nederland gekomen. Twee jaar geleden overleden. En Evi Poetira vorig jaar. Dankjewel. In de pauze is gelegenheid om even naar het kijken. Het was een pauze, we zijn een beetje uitgelopen, Jan Karret. De pauze stond gepland tot 3:55. Dus als u het op tijd bent, heel graag. Ja, dat is een goede.
Ja.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
van Robin de Blok. Ben ik weer, nu aan deze kant. Het is ongeveer sinds 4 jaar dat ik me in mijn Indische roots aan het verdiepen ben. En een onderdeel daarvan is ook al wat meer lichamelijk deel, namelijk dat ik ben begonnen met Chuxidat. Ik zal het niet demonstreren, dan scheur ik uit de broek. Maar de stijl waarin ik dat doe is van meneer Pfefferkorn, alias Maartje Pfefferkorn, wel bekend van de Passam Malam, denk ik, bij veel mensen. Inmiddels is hij 95 jaar oud. Ik woon nog steeds in Zeist en ik heb een paar keer genoeg gehad om bij hem op visite te mogen en te komen. En hij herhaalt eigenlijk altijd dezelfde dingen. En in het begin dacht ik, ja, nou weet ik het wel. Maar eigenlijk hoe vaker hij bepaalde dingen herhaalt, hoe meer ze begonnen te landen bij mij. Hij zegt altijd, wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit. In het begin dacht ik, ja, maar nu ben ik hier vandaag en ik denk, ja, echt wel. Hij heeft helemaal gelijk. En over identiteit gesproken, hij is ook degene die een vlag heeft ontworpen voor de Indische gemeenschap. De zogenaamde Indo-Malati-vlag. Ik heb hem hier. Dit is mijn Pentaxilab t-shirt. Ik heb wat afgeplakt om die reden, maar deze vlag, voor sommigen misschien ook bekend. Er waren wat gemengde reacties op destijds. Moet de Indische gemeenschap nou een eigen vlag hebben of niet en wat draagt dat dan uit? Maar ik heb hem er ook naar gevraagd en een heel mooi iets wat hij mij toen vertelde is in het centrum van deze vlag zien jullie het staat er ook zelfs bij, handig, Malati staat er, dus de Malati bloem. En hij vertelde mij dat staat voor de vrouwen tijdens de oorlogstijd. En hij noemde met name ook de buitenkampsvrouw, als je dat zo kunt zeggen. Want hij zei, ja, die wordt vaak vergeten, maar die hebben ontzettend afgezien. En ik had me dat nooit gerealiseerd, want ik liep al misschien 4 jaar precies met die malat die bij mijn hart zit. Dus ik vond het eigenlijk wel een fijn gevoel. Van jezelf weerbaar maken juist voor iets vanuit het hart en wat het leven verdedigt of zo. Hoe dan ook, wilde ik even delen. Ik heb een gedicht voor jullie. Vrouwen met twee huiden, waar kom je vandaan? Te zwart voor de Hollanders, te wit voor de Javaan. Je naam gekrabbeld op een pendaftaram, overschreven door Japanse tekens. Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht. Niet klagen, maar dragen en vragen om kracht. Dappere vrouwen zonder man, zonder geld, maar vol met liefde. De kleuren van het hart laten zich niet vangen in een vlag. En wat weet de wetenschap van jullie lijden? Wat zeggen getallen over de beelden die jullie bestoken in jullie dromen? Jullie moed hooguit een voetnoot in een nog weinig beschreven geschiedenis. Van een land dat niet meer bestaat, behalve in de herinnering. Afgebakend, zorgvuldig bewaakt en omheind. Niet zozeer door gaas of prikkeldraad, maar door zwijgen. Want jullie vochten een andere oorlog uit, een onderhuidse. Indisch interieur, een Hollandse buitendeur. Een Indisch interieur, een Hollandse buitendeur. Laaiende binnenbrand, kalm aan de buitenkant. Innerlijk verscheurd, maar uiterst geruisloos en inschikkelijk. Hoe dat uitgewaaierde hart intact te houden. Want geen atoombom kon het openbreken. Maar de vragen in de ogen van jullie kinderen en kleinkinderen, die bleven. En nu dat jullie eindelijk spreken, jullie pijn wordt gevoeld, jullie stem wordt gehoord, jullie verhaal liefdevol gedragen door de volgende generaties. Want delen is helen. Delen is helen. Dankjewel.
verplaats ons even naar de huiskamer van tante Ine. Ja, kom er maar bij. Zit u allemaal lekker op de sofa? Nee, de hoofdpersoon is tante Ine. Jullie zijn net al... Nee, ik heb geen spekhoek en een parkbui. Ja. Nou, dat verzinnen we natuurlijk toch. Toch als koffie. Moet jij nog een stukje van parkbui? Ja. Daar zeg ik geen mee tegen. Ik maak ze niet meer zelf, hoor. Alsjeblieft. Panda. Je hebt mij een heel mooi verhaal verteld. Een mooi verhaal meegegeven zelfs. Ja. Dat van je moeder. Ja, over mijn moeder. Ja. De vrouw van de broer van haar man. Ja. En we begonnen eigenlijk te praten over... Heeft jouw moeder ooit gepraat over het kampverleden? Mm-hmm. Dus het enige wat ik van mijn ouders heb, allebei in kamp gezeten. Mijn vader heeft in het Kriel gezeten en aan de Burma-spoorlijn gewerkt. Ja. Eigenlijk wat wij in onze jeugd al behoorden als wij verdrietjes hadden of zo. Van je moet niet zeuren, want wij hebben de oorlog meegemaakt. Dus, en dan wist je, er was iets vreselijks gebeurd, maar wat precies, dat wist je niet. Later heeft zij dus in 1984, is zij op een gegeven moment naar Amerika gegaan, toen de kinderen al volwassen waren. En toen heeft ze in Amerika, voor de kerk waar ze toen lid van waren, hebben ze wel hun verhaal verteld en allerlei presentaties gegeven. En onder andere heeft ze toen een verhaal geschreven, Why Me? En dat heeft ze ons ook gegeven, dit verhaal. En eigenlijk heb ik toen voor het eerst iets gezien van wat ze meegemaakt heeft. En wat deed dat met jou, dat verhaal? Ik moet eerlijk zeggen dat ik in die tijd zo druk met mijn eigen leven was. Dat het een beetje langs me heen ging. Ja. Maar op een gegeven moment kwam ik zelf vast te zitten. Kreeg ik ook in de gaten dat er nog iets onverwerkt was. Want ik, nou ja, het rugzakje wat tante Ine vertelde, dat ik daar toch ook wel mee zat. En toen ben ik me veel meer gaan verdiepen in wat zij hadden meegemaakt. En waar ik zelf heel erg aan dacht... zij hadden eigenlijk een heerlijk leventje voor de oorlog begon. En hier zie ik bijvoorbeeld mijn moeder als jong meisje. Toen de oorlog begon waren zij 18 en 19. Mijn vader en mijn moeder hebben elkaar in Malang op de HBS ontmoet. Waren high school lovers. Hadden toen een jaar of twee die verkering. De oorlog en hier moet ik even kijken waar ik op moet kruppen hoor. Hier. Mijn moeder had een Hollandse vader en een Indische moeder. Hier zie je er als klein kind. Later kwam er ook een broertje bij. Maar ze hadden een heerlijk leventje daar. Hier mijn moeder rechts met mijn oma, met de baboes en met het jongste broertje. Ik weet niet wat ze daar zaten te maken. Misschien kan tante Ine dat. Oké. Later ging ze dansen, ze was dol op ballet, ze had ook allerlei dansdingen. Ze gingen naar allerlei feestjes met big bands, dus ze hadden in mijn ogen een beetje een decadent leventje zelfs. En toen ontmoetten ze mijn vader, die Bink, die op de padvinderij zat. En dit is mijn vader. Hier ook nog even een foto van hoe leuk het was. Ja, en toen brak de oorlog uit. En dit is dat verhaal dat ze geschreven heeft. En eigenlijk heb ik pas vanuit die presentaties die ze gegeven hebben daar, heb ik veel meer begrepen van wat ze meegemaakt hebben. Ja. En er zitten nog een paar beelden uit die presentatie. Ik weet niet of ik die nu of het hier voorbij is laten komen. Nou, dit zit dus in die presentatie sowieso. En allemaal A4'tjes met allemaal dingen die ze bij elkaar verzameld hebben. Over de vrouwenkampen, het zal verschillende mensen bekend voorkomen. Zij heeft zelf in vier kampen gezeten, eerst in Malang. En dat was nog niet zo vreselijk kamp, want dat was eigenlijk een wijk die afgezet was. Daarna zijn ze na ongeveer een jaar overgebracht naar Semarang. Naar een kamp, daar werd het al vervelender, want het zat boven op een berg. Overdag was er geen water, want Semarang gebruikte zoveel water dat er boven op de berg geen water was. Dus vanaf een uur of 10 konden ze dan pas 's avonds
mijn wasjes doen en douchen en weet ik veel wat. En om 5 uur was het weer afgelopen. En nog een paar daar beneden zijn die ook moest staan. Nou, dat was hem, geloof ik. Oh nee, na de oorlog. Dit gaat snel, na de oorlog zijn ze getrouwd. Straks even. En toen is ze nog naar twee kanten in Amberalen gegaan. En ook in die 3 jaar zie je hoe die omstandigheden steeds verslechterden. En in het laatste kamp was ze echt al flink uitgehongerd. Ze had malaria. Ze heeft in een dysenteriebarak gewerkt. Gelukkig geen dysenterie opgelopen. En ze had aan het eind ook beriberi. En toen de bevrijding zijn ze naar Malang gegaan. En toen dacht zij dat ze er vanaf was. Maar toen kwam dus de Westerjap. En belanden ze, waar ze begonnen was 3 jaar daarvoor, namelijk in datzelfde kamp in Malang. En in dat verhaal vertelt ze dan, en merk ik pas ook, dat ze toen eigenlijk pas brak. Van godverdorie, ik heb 3 jaar in die kampen gezeten. Ik dacht eindelijk dat het afgelopen was. Dat ik mijn vriendje weer zou kunnen zien. Dat we zouden trouwen. En daar zat ze dan weer in het kamp. En dan beschrijft ze dat ze op een gegeven moment in een kerk voor vreselijk zit te klagen tegen God. Ze was niet eens zo gelovig, maar ze kreeg toen ineens van, nou, misschien dacht ze iets van, baat het niet of gaat het niet. Een gesprek met God in een kerkje daar. En heel raar. Er was een Indonesische wacht daar en die vonden het toen nodig, terwijl ze daar in het kerkje tot God bad, om keihard muziek te gaan draaien. En wat was dat nummer? Ik kan het niet zingen, misschien kent tante Ine het. Maar dat was Wedding Bells Are Ringing, een bekend nummer. Ik weet nu zo gauw de melodie niet meer. Maar Wedding Bells Are Ringing en al het verdriet zou voorbij zijn. En dat heeft zij dus gezien als een teken van God dat alles niet goed zou komen. En het kwam ook goed. Ze zijn in 10 augustus 1946 getrouwd. Ik ben 2 mei 1947 geboren. Ik heb nog zitten uit te rekenen. Kantje boord. Ja, en mijn moeder had ondertussen zwaar malaria, malaria aanvallen. En daarom mochten ze in april, want mijn vader zat natuurlijk nog steeds in het knil en die politionele acties zaten eraan te komen in Brazilië. Maar april 1948 mocht ik daarom met recuperatieverlof. Intussen is mijn vader heel erg ziek geworden in Nederland. De eerste die met penicilline van Fleming werd behandeld en daarmee genezen is, ook nog een... Die heeft nog een brief van Fleming ontvangen toen. En we zijn dus nooit meer teruggegaan. We zijn verder gebleven. Hier is dus na de oorlog in Batavia, toen ze elkaar terug hadden. Alle ouders zaten toen al in Nederland. Maar ze hadden blijkbaar toch genoeg familie en kenden ze nog, want het ziet er aardig druk uit. In een geleende trouwjurk en een geleende sluier. Die sluier heb ik trouwens bij het opruimen van het huis van mijn moeder, is 2 jaar geleden overleden. Die heb ik nog teruggevonden in haar spullen. Helemaal verpulverd. Maar ze heeft dus al die jaren, ze zijn heel veel verhuisd daarna nog. Ze heeft al die jaren die sluier met zich meegedragen. Dat vond ik ook wel weer iets. Dat is het verhaal van mijn moeder. Hier zie je nog mijn moeder met mij op de arm. Dus ze was in de oorlog geen moeder, maar ze is het heel kort daarna geworden. En ik vind, ondertussen heeft ze 5 kinderen, 11 kleinkinderen. Ik weet niet eens meer hoeveel achterkleinkinderen, nog een achterachterkleinkind. We hebben nog 1 foto vlak voordat ze doodging van 5 generaties vrouwen. En we zijn allemaal stevige vrouwen en ik denk, dat heb ik toch van mijn moeder gegeven. Ja. Ik heb het verhaal gelezen en jij zei mij, er was jou iets opgevallen aan het verhaal en hoe jouw moeder dat vertelde. Ja, ik vond het zo weinig gevoel uitspreken, behalve dus dat stukje waar ze eigenlijk zegt dat ze boos was. Maar voor de rest is het meer een feitenopsomming. En ik heb nog, want ze hebben van die presentaties die ze in Amerika hebben gehouden, zijn ook nog videobanden, die heb ik toevallig gisteren nog een keer bekeken. Zij was onderwijzeres, haar 2 ouders trouwens ook, en zij was ook onderwijzeres. Maar daar zit ze voor een grote groep Amerikanen meer onderwijs te geven met een aanwijsstok. En
En ze leest dat verhaal voor en ik denk, nou ja, je geeft onderwijs, maar ik zie daar ook niks van emotie. Dus dat viel me erg op, ja. Ja, en toch zijn er ook momenten waarop wel heel veel emotie doorspreekt in de tekst. Ja, jij haalt het eruit en ik haal het er dus niet uit. Ja, ja. Ja, op een paar punten. Hè, ja, dat wel. Een stuk zeep krijgt ze, dan is ze heel erg blij. Ja, dat zij vertelt, op een gegeven moment heeft ze een blinde mevrouw, die hielp ze dan, er was daar blijkbaar een bibliotheekje. Dat was in, volgens mij, in het eerste kamp in Colorado waar ze zat. Ze leest die mevrouw dan boeken voor en die zegt op een avond, of op een dag, ik pak die dosis die daar ligt en maak die eens open en daar komt een stukje piersoap uit. En dan is ze zo ontzettend, ik weet niet of je het weet, hier is zoiets van die doorschijnende zeep, maar ik vind het vreselijk ongelukkig. En dan mag ze dan, die mag ze hebben. En ze zegt dan, nou ik heb natuurlijk heel lang gedoucht die avond, want ik had een stuk zeep. En nog, ook na de oorlog in mijn jeugd was ze gek op die piersoap. Dus dat staat wel symbool voor die oorlog, ja. Ja, ja daar dat ze blij was, ja. Oké. Okay. Maar ik denk al die vreselijke dingen die je meegemaakt hebt, het is vaak meer een feitenopzomming en dat merk ik dan mevrouw eigenlijk ook. Je vraagt je wel eens af waarom dat zo is, hè? Of die moeders en mensen die sowieso in het algemeen zoiets hebben meegemaakt, toch het gevoel en ja, de wanhoop willen verbergen om hun kinderen gewoon een beter bestaan te kunnen bieden. Een nieuwe toekomst op te laten bouwen. En ja, dat gebeurt tijdens de gebeurtenissen die ze meemaken, maar ook daarna. Maar ja, want Inge heeft een heel mooi verhaal. Daar willen we ook wel wat meer van. Ja, op zich is het een indrukwekkend verhaal. Het is natuurlijk een verhaal over een vervelende tijd. Dat is een microfoon erbij. Oh, sorry. Het is een verhaal over een vervelende tijd. En om even in te gaan op dat laatste onderwerp van niet vertellen hoe erg het was. Als ik vertel wat ik beleefd heb, herbeleef ik het op dat moment. En als dat moment vervelend is, dan wil ik dat niet herbeleven. Dus dan vertel ik dat in een eufemistische vorm. Zoals jullie hebben kunnen zien, hoor ik dus bij de buitenkampers. En ben ik dus met mijn moeder en mijn broer buiten het kamp geweest. Beginnen bij het begin? Weet je, 3 dagen geleden was het 75 jaar geleden dat de Japanse bezetting begon. En wat ik nu ga vertellen, dat was vrij kort na het begin van de Japanse bezetting. En dit verhaal kan vandaag best ook wel eens precies 75 jaar geleden zijn. Wij woonden toen in Semarang. En mijn vader was een plichtgetrouwe overheidsambtenaar. Maar nadat Nederland de oorlog verklaard had aan Japan, kregen deze plichtgetrouwe ambtenaren allemaal een geweer en een uniform en werden ingedeeld bij de stadswacht. Dan is dus op een gegeven ogenblik heeft Nederland gecapituleerd. En weet je, eigenlijk wil ik graag dat u zich dat heel goed indenkt. Sluit even je ogen en stel je voor een gelukkig gezin, vrouw van begin 40, met Peter en Ineke van 15 en 13 jaar. In een ontzettend leuk knus huisje
alles zorgvuldig uitgezocht. Karel en Jet, K en Jet delen lief en ook leed en alles wordt in overleg gedaan. Zie je dat voor je? Ja. Dat ideale, dat idyllische plaatje. En dan boem. Ja, doe ze maar open, want het is oorlog. Nederland heeft Japan de oorlog verklaard, maar Nederland heeft dus ook op 8 maart alweer gecapituleerd. En kort na die capitulatie moet mijn vader dus dat geweer en dat uniform inleveren. En ik zie mijn vader en moeder staan tegenover elkaar in de voorgalerij van dat leuke huisje in Semarang. En ze nemen afscheid. Papi moet dat geweer inleveren en ze beseffen allebei dat papi waarschijnlijk niet meer thuis zal komen. Mami geeft hem een pakje mee met wat ondergoed en wat toiletartikelen. Nog een kus en een omhelzing. En papi loopt de tuinpad af. Wat gaat er op zo'n moment door die vrouw heen? Ik heb mij dit pas gerealiseerd toen ik zelf kinderen had. Ik stond toen als een 13-jarige naast mijn moeder. Toen stond ze er alleen voor. Ineens. Mijn moeder is een oorlogsheld. Zoals al die vrouwen die tijdens de Japanse bezetting in Indië oorlogsgelden waren. Het is al vaker gepasseerd vanavond dat je dan alleen die verantwoordelijkheid hebt voor die kinderen. In die vijandige omgeving, zoveel gevaren, al die beslissingen die ze daarna zelf heeft moeten nemen. Ook dan, op een gegeven ogenblik, komt de Jap binnenstampen en met die rauwe kreten waar ze mee spraken, kura kura, werd mijn moeder dus duidelijk gemaakt, morgen om 11 uur woon ik hier, zei de Jap, en zijn jullie hier weg, je mag wat pijfgoed meenemen. En de rest is van ons. Dus die mooie schemerlamp en dat schilderij was dus voor de Jap. Ja, wat gaat ze doen? Er was een kleiner huis aan de overkant dat leeg stond. Daar zijn we toen eerst ingekomen. En ook dat hebben jullie net kunnen zien op de film. Dat verhaal dat mijn vader dan als krijgsgevangene langs komt rijden. En op dat ogenblik verdwijnt hij uit mijn leven. Ik denk, als ik niet meer terug, pap. Ik weet ook wel dat ik op dat moment dacht, nou moet ik naast mami staan. Ik dacht niet, wat ging er dan door jou heen, als het mij al zo'n pijn deed. Ziet zij haar echtgenoot ook op dat moment uit haar leven verdwijnen. Hij verdween niet uit ons leven, hij verdween naar Surabaya. We hoorden dus dat die krijgsgevangenen daar geïnterneerd waren. En nam mijn moeder dus weer in haar eentje een besluit. Wij gaan ook naar Surabaya. Daar woonde de zus van mijn moeder, van mijn vader. Daar trokken we bij in. Een ander schoon zusje, ook wiens man ook al weggevoerd was, trok daar ook bij in. Dus daar zaten die drie schoonzusjes bij elkaar met hun kinderen in één gezinswoning. Zorgen om de man, waar ben je, hoe gaat het met je? Zorgen om de kinderen, hoe sleep ik die hier doorheen? De kinderen, allemaal van die lekkere pubers, die kibbelden natuurlijk, dus er waren spanningen. Ja. Dit is min of meer in overeenstemming met de mensen in de kampen. Te veel mensen met te veel spanningen in een te kleine ruimte. En dat vond hier dus dan in Surabaya ook plaats. Dankjewel. Mijn vader, de krijgsgevangenen waren geïnterneerd in de jaarmarkt. Dat was een terrein met een
hele hoge grijze muur. En een grote poort in het midden, waar ze nu en dan een vrachtwagen in uitreed. En recht tegenover die poort was een straatje en daar stonden dan een aantal vrouwen, waaronder mijn moeder met mij, met de fiets. En als die poort open ging, dan fietsten wij op die poort aan in de hoop daar in de verte een glimp van die man op te vangen. We vingen hem vaak op en dat gaf een voldaan gevoel. Papi leeft nog en het, ja, hij staat er nog. Ze gingen ook wel eens op karwei, dan zag je zo'n man of 20 met een paar Japanse wachten over het trottoir lopen op weg naar een klus. Ze moesten opknappen. En dan fietste ik achterop, bij mami zat ik dan altijd. En dan vertelde ik heel hard aan mijn moeder, weet je, mam, wat fijn hè, dat opa alweer thuis is uit het ziekenhuis. Zodat mijn vader kon horen dat het met zijn vader weer goed ging. En er was dan ook vaak mogelijkheid om stiekem op de route ergens iets te laten vallen, zodat je wat medicijnen en of briefjes uit kon wisselen. Ja, even weten hoor, dat wou ik ook weer verder vertellen. Ja, mijn vader ging dus op een gegeven ogenblik ook wel eens met een vrachtwagen naar het vliegveld Wonokromo gebracht. Dat was bij een bombardement beschadigd en deze krijgsgevangenen mochten dus in die gloeiende hitte dat vliegveld repareren. Er waren meerdere vrouwen op de fiets ook gauw naar Wonokromo gegaan. En er kwam op een gegeven ogenblik een Japanse wacht op ons toe, groepje vrouwen. En hij schreeuwde en blafte niet, hij sprak gewoon en hij zei, geef me jouw naam hier op papier, de naam van jouw man, dan haal ik hem hier. Ja, een Japanse wacht. En dan ga je dan de naam van je man opschrijven. Dat is je eigen doodvonnis tekenen. Maar dat is dan weer tekenend voor mijn moeder die dan zei, je moet er toch van uitgaan dat je een mens moet kunnen vertrouwen. En zij gaf de naam van mijn vader. En nog twee of drie vrouwen volgden het voorbeeld. Heel vaak in die hele bezettingstijd merkte ik dat andere mensen de beslissing van mijn moeder volgden. Kennelijk was ze daarin dan zo, straalde ze zoveel zelfverzekerdheid uit dat de ander zei, nou ja, als jij dat doet, dan doe ik dat ook. Dus inderdaad kwam mijn vader daar dus. En hebben die vrouwen en die mannen elkaar kunnen spreken en ook weer kunnen omhelzen en wat bij kunnen huilen. Dat soort ontmoetingen hield er dus bij mijn moeder kennelijk wel een beetje de moeder in. En op een gegeven ogenblik werden dus die krijgsgevangenen van de jaarmarkt uit weer weggevoerd, verder het land in, verder Java in. En wij hoorden dus dat ze in eerste instantie in Chimagi terecht waren gekomen. En later hoorden we dus dat ze van daaruit weer verder getransporteerd waren en nou in Nagaoka zaten. Nagaoka zou dan de naam zijn van een kamp ook ergens in West-Java. En pas na de oorlog hebben geweten dat Nagaoka echt in Japan was. Er viel dus voor mijn moeder toen een daginvulling weg. Maar er viel wel meer weg, want toch, mijn tante werd uit haar huis gezet. En in die tijd zag mijn moeder kans om een huis te huren, zelf een huis te huren. En het was een vrij groot huis. Daar is een foto van dat huis. Nou ja, goed. Het is ook gewoon een huis in de Sumatra-straat in Surabaya. Een vrij groot huis. En er waren vrij veel kamers. En
heeft mijn moeder dus een aantal van die kamers verhuurd. Met die huur kon ze dan dus zelf ook weer haar eigen huur betalen. En Peter en ik probeerden dus op onze manier ook een centje te verdienen. Ik hoorde zo even die mevrouw vertellen dat ze dus bij de Toekan Bottel dingen verkocht. En in Surabaya had je daar de Bibi Rombeng. Rombeng is oude rommel en die Madurese vrouwen kwamen dat dan opkopen. En ja, de kleren van mijn vader, die waren eerst aan bod om verkocht te worden. Want van dat geld konden we dan wel weer rijst en eten kopen. En zo gingen dus de kleren van mijn vader en de avondjurken van mijn moeder. En het damaste tafellinnen. En ja, het ene en het andere werd dus verkocht. En is wel op een gegeven ogenblik op natuurlijk. Maar vriendinnen van mijn moeder hadden in de gaten dat Ineke vrij aardig kon dagangen, vrij aardig kon onderhandelen. Dus mocht ik van die vriendinnen van mijn moeder ook verkopen in commissie of wel. Ik wil er zoveel voor hebben, wat je meer maakt, mag je houden. Kon daarmee aardig bijdragen in financiële tekorten die mijn moeder dus had. Zij moest dus toch zien dat ze ons van voedsel bleef voorzien. En ik moet zeggen, wij hebben geen honger gehad, want we hadden in de tuin pisangbomen staan en papayabomen staan en katella ubi en katella pollen. Daar kon je dus die zoete aardappel van eten, maar ook van de, ik meen van de ubi kon je het blad ook eten. En van de bananen, de jantoen, de bloeiwijze, moet je op een gegeven ogenblik eraf halen, dan kunnen de bananen rijpen. En die bloeiwijze, daar kan je lekkere smoor jantoen van maken. Ja, dat was dan weer de vindingrijkheid van mijn moeder. Daar zijn we gebleven. Nou, dat weet ik niet. We zaten toen dus in die Sumatra-straat. De oorlog kabbelt voort. De bezetting kabbelt voort. Mijn moeder krijgt op een gegeven moment ook het typewerk van een vriendin, lerares Engels, die dus voor de JAP juridische stukken van het Nederlands in het Engels moet vertalen. En mijn moeder mag dat uittypen op zo'n klein portable machine zitten, blaadje na blaadje vol te typen, maar het betaalde wel goed. We moesten ook zelf. We hadden dus eigenlijk geen bediende meer. Dus dat grote huis, daar moest je elke dag vegen en dweilen. Je deed de was zelf gewoon. John Kok bij de put. Met koud water uit de put. Eigenlijk al die dingen waar je vroeger dan de baboe tjoetje en de kokkie voor had, dat kon je dan zelf doen. Mijn moeder ging dus ook naar de passer met mij samen. Probeerde ook altijd, zover het budget het toeliet, zoveel mogelijk belast ongekookte rijst in huis te hebben. En maakte zo een aardig voorraadje. Ja, en dan is het ineens, ik neem maar een sprong naar augustus 1945. Op 15 augustus, ik vind het eigenlijk zo'n ontschofte manier waarop de keizer van Japan heeft het behaagd een einde te maken aan de oorlog. Zo kregen wij te horen. En ik denk, ja, de keizer van Japan heeft het behaagd. Maar goed, toen pas heb ik mijn moeder zien huilen. Al die oorlogstijd, alles. De man kwijtraken, zorgen om de kinderen. En toen pas, toen de oorlog afgelopen was, stroomden de tranen over haar wangen
en naaide zij op een handnaaimachientje het rood, wit en blauw aan elkaar. Wat we niet uit mochten hangen, want het was per siap. Wel rukte ze die gehate witte lap met de rode bol, die verplicht in de vlaggenstok hing, rukte ze eraf en met haar magere beentjes stompte ze dat in de vuilnismand. En reageerde ze zo al haar frustraties af. De persiap was begonnen. De persiap is echt levensgevaarlijk. Je ziet wel eens in documentaires hoe Indonesische jongeren met hun bamboespiezen, met hun bamboeroentjings, oefeningen doen en op een stroompop insteken. Deze oefeningen hebben ze toen in die persiaptijd uitgebreid in praktijk gebracht. Dit mag u zich niet indenken, de manieren waarop je met een bamboe runjing gedood kan worden. Dan moet je je niet indenken. Ze liepen door de straten te schreeuwen en Bunu Blanda, Bunu Blanda. En ja, oké. Ik was toch wel meer Blanda dan een van hun, dus als ze aankwamen, dan zorgde ik wel dat ik niet gezien werd. Er is dus na de capitulatie van Japan een gezagsvacuüm ontstaan. De Jap had geen gezag meer, Nederlands gezag zat nog ergens anders. En de geallieerden die dan dus in je orde en vrede moesten herstellen, die waren ook nog niet zo ver dat ze dat konden doen, dat ze dat gezag in handen hadden. En daardoor konden dus die Indonesiërs ongeremd hun wreedheden uiten, toepassen. Toen op een gegeven ogenblik de geallieerden toch wel in Surabaya bepaalde punten in bezit hadden, wilden ze dus uit Gubeng, waar wij woonden, de mensen evacueren naar die door hun bezette gebieden en kwamen er dus vrachtwagens om de evacuees op te halen. Hij kwam bij ons aan en mensen die bij ons in huis waren, mijn vriendinnetje, stapte op, maar toen mijn moeder en ik dus op wilden stapten, zei die officier, die Engelse officier, dat de vrachtwagen vol was. Er was voor ons geen plaats meer op de vrachtwagen. En hij beloofde dat hij morgen vroeg zou hij ons ophalen. En een kwartier daarna was deze officier gedood. Dat konvooi vrachtwagens met vrouwen en kinderen die geëvacueerd moesten worden, was door extremistische bemoeda's aangevallen en daar zijn heel veel mensen gedood. Mijn vriendinnetje had een schotwond. Het meisje dat naast mijn vriendinnetje zat, was ik dus niet, maar een ander meisje, dat was wel gedood. In dit verhaal is gedood een eufemisme. Ik krijg het niet uit, maar mijn vriendin heeft later verteld hoe het allemaal gegaan is. En ik ben niet in staat om dat te herhalen. Ik krijg dat niet uit mijn mond. Ik heb het wel overleefd. Mijn moeder heeft dat toen dus overleefd. En ja, ook zij heeft in die periode verschillende beslissingen moeten nemen. Zo van, gaan we hier weg of blijven we hier? En toch iedere keer ook weer deze keuze gemaakt. En voordat wij te horen kregen dat er geen plaats was op de vrachtwagen, weet ik dat ze bad, oh God, geef me raad, zeg me wat ik moet doen. Was dit het antwoord van God? Ik weet het niet, ik kan daar geen ja tegen zeggen, want waarom werd het andere meisje wel gedood en ik niet? Doet er niet toe. Mijn moeder moest dus weer die beslissing nemen.
En ja, een van de redenen waarom ik al eerder zei, mijn moeder is dus een oorlogsheld. We springen nog even door die periode heen. En tenslotte wordt er dus toch wel weer, komt er wat meer rust en orde in het land. De geallieerden, maar ook onze jongens komen. Onze jongens zijn in mijn visie niet gestuurd om een Nederlandse ingenieur terug te winnen voor Nederland vanwege het financieel gewin dat het land bracht. Deze jongens zijn als dienstplichtige militair naar India gestuurd, in eerste instantie om de Nederlanders te bevrijden van de Japanse bezetting, want toen hier vrede was, was daar nog Japanse bezetting. En in een tweede stadium dus om bij die wanorde die er heerst, rust en orde te brengen. En daar hebben ze toe bijgedragen. Ik weet niet of ik geleefd zou hebben nu hier nog, als deze jongens niet meegewerkt hadden rust en orde in dat land te brengen. Elkaar terug. Ja, omdat wij niet in een evacuatietransport waren meegegaan, stonden wij nergens geregistreerd. En mijn vader, die dus inderdaad in Japan heeft gezeten, door de geallieerden eerst naar Balikpapan is gebracht en van daaruit via het Rode Kruis heeft geprobeerd om contact met ons te vinden, te zoeken. En mijn moeder zocht dus ook via het Rode Kruis contact. En dat heeft een hele tijd geduurd. Ik heb daar een handvol brieven van liggen thuis. Ik heb helaas niet meer de brief waarin mijn moeder begint van: liefste, eindelijk hebben we elkaar weer gevonden. Ik hoop dat we elkaar gauw weer zullen zien. Ja, dat heeft nog een hele tijd geduurd eer dat hij van Balikpapan via Batavia dan eindelijk weer in Surabaya terecht kwam. Dat huis van ons, dat had dus het woongedeelte en dan heb je achter de bijgebouwen met zo'n carrévormig en per rang zo'n galerij met nog wat kamers eraan. En daar was dan ook een afwasplaats. En mijn moeder staat daar af te wassen. En opzij van het huis is de oprit. En daar komt op een gegeven ogenblik een man aanstappen. Het kopje valt uit de handen van mijn moeder en met een hele lange kreet: kaa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 a
mijn moeder er niet meer alleen voor. Leo Vrooman heeft gezegd, kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En vertel ze 100 malen, alle malen zal ik wenen. Ik kom met wat verhalen hoe de oorlog nooit is verdwenen. Wat ik ervan heb opgepikt over Indië,
Het is ook vaak van wat is er verloren gegaan, wat is er verdwenen. Een hoop dingen zijn er eigenlijk nog steeds. Of er zijn zelfs dingen die ook weer teruggevonden kunnen worden. Dus een beetje vanuit die gedachte is het. Het gaat over het belang ook van die dingen weer zoeken of zo. Een stempel door een naam die ik niet spellen kon. Maar ik herken de klank en de hand die mij toestopte. De trilling van de gong klinkt langer dan de zucht van bleke meesters. De eeuw rekt uit over een gekromde rug en recht zich. De geest van mijn voorvaderen rolt weer over mijn tong en ik knikkebol in een rotanstoel. Ik proef rambutan, tabak, de smaak van hun gebeden. Knik waarop zij zouden zwijgen. Ik wijs de oceaan aan en zeg: Samudra. Samudra. Zie hoe de zon zich verplaatst in repen, door de bamboerasters een gezicht uittekent, hoe fel het kleurt om moeders jukbeenrein. Er ligt een kaart op in mijn huid, een brandmerk van toekomstige dwalingen. In boedel en bloed worden gescheiden. Ik zoek je eerst in het hart en dan pas in papieren, archieven. Witte bloem, kalme zon, zachte ogen. Moeder snuift nog één keer in mijn hals voordat de boot zich losscheurt van de volgestroomde kade. Roep nog iets onverstaanbaars. Mijn naam. Zolang als ik kijk, zal ze blijven zwaaien. Voldoende is om mensen te verbinden. En dat is precies wat het koor Malababbe doet met de muziekstukken waarmee vrouwen zich door de oorlogstijd heen hebben weten te schouwen. Waaronder de Song of Survival. Kom maar, dames van het koor. Ik ga nog een van Strijk daarvoor in dat stokje van mij over te nemen. Thank you.
piano te spelen. Een van de preludes van Chopin. Maar als je niet meer weet waar je het zoeken moet en weer terugdenkt aan vroeger, aan vrijheid en aan mooie dingen, gedichten, muziek, laten we zingen met elkaar. En zo hebben vrouwen in een kamp op Sumatra een koor gevormd. Het stemmenorkest. Uit het hoofd werden noten geschreven op vortjes papier en aanvankelijk in het geheim met elkaar de noten ingestudeerd. Uit het geheugen hebben ze die klassieke muziek hebben ze opgeschreven en gezongen met elkaar. En het was niet alleen klassieke muziek, maar bijvoorbeeld ook mooie folksongs, zoals, kennen jullie misschien wel, Danny Boy, ook wel bekend onder Londonderry Air. Zullen we nog één stuk van die song of survival laten horen? Londonderry Air. Allemaal mooie muziekstukken van Bach en van Brahms en de Dvorak.
hele gedeeltes uit strijdkwartetten van Tchaikovsky. Er waren ook volksliedjes bij, maar allemaal zonder tekst. Op één uitzondering na, die tekst hebben ze zelf geschreven in het kamp. En als er iemand overleden was weer, dan werd die vrouw ten graven gedragen in een geïmproviseerd graf met wat steentjes en wat takjes. En de vrouwen stonden daaromheen en zongen hun, wat ze toen noemden, hun het lied van de gevangenen, de captives hymn. En dat was op tekst.
mooi zo, hoor. Over de moeders. Wat een helder, we hebben het net gehoord. En toen dacht ik, jaren geleden stonden we met dit koor in Den Haag, het 15 augustus. En daar aan ons koor afging, was dat zo'n bekende schrijfster, Yvonne de Beurs. En die ging het hebben over hoe de moeders het gered hebben. En ik wist dat niet van tevoren, dat het zou worden. En de koorleden waren ook nergens op bedacht. Maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik, nou kan ik een of ander prachtig lied gaan zingen. Maar laten we het even over die moeders gaan zingen. En toen dacht ik, wat zouden die moeders zachtjes met z'n allen gezongen? Misschien kinderliedjes. En misschien is een van die kinderliedjes ook een liedje wat u zich herinnert. En zing het gerust met ons mee. Het koor weet nog van niks. Als ze op appel stonden en dat er dan heel zachtjes werden gezongen. Want die gehate vlag met die rode stip. Ja. En ik zou zeggen, u kent vast nog wel de eerste regel van het lied. Zing het met ons mee als een herdenking aan hen die het hebben meegemaakt. Als een teken aan de mensen die nu de verschrikkelijke dingen meemaken. En voor jezelf. Zing het maar mee, zonnetje gaat van ons schijnen. Thank you.
helaas weer. En als u ons meer wilt horen, we zijn overal ter wereld te horen. Vol in Haarlem en omgeving. Maar lieve mensen, ik ben in de pauze bestookt door mensen en ook de Malababbes die de vraag kregen, jullie zingen toch wel het Indische Onze Vader. Dat was het Onze Vader. Ze noemden dat het Indische Onze Vader. Het is gewoon in het Nederlands. Het is gecomponeerd door een meisje van 13 jaar. En toen dat Indische Onze Vader heeft een enorme betekenis gehad in veel kampen, in veel vrouwenkampen. Wij zijn er niet op voorbereid, dus er staan er nu een paar met knik in de knieën. En vinden jullie het toch fijn om dat Indische Onze Vader te horen? Ja. Ik dacht, moeder en dochter kunnen de zon overal zingen. Geef ze maar even de applaus. Yeah.
goede gewoonte van ons om alle mensen die aan deze middag hebben meegewerkt, om te bedanken voor hetgeen ze gedaan hebben. En dat is, ik ga maar een beetje van achter naar voren, allereerst dan het koor. Ik heb Madde Babbe in 1990 voor het eerst in de E in de Reehorst in Ede gehoord. Dat was ook tijdens een bijeenkomst van kinderen uit de Japanse wijk, de Japanse bezetting. Dat heeft op mij ontzettend veel indruk gemaakt en vandaag weer Captain's Hymn. Ik moet dan altijd een beetje huilen. En dat gebeurde vandaag ook. Ik wil jullie daar heel niet voor het huilen, maar wel de wijze waarop jullie hier hebben gezongen. En ja, dit aan ons hebben gegeven, geweldig. Dank jullie wel. We hebben besloten om alle mensen die eraan hebben meegewerkt een roos te geven. Dat wordt ondertussen uitgedeeld door Wouri. Ik dacht alleen dat Wouri. Professor Ramen heeft een roos, zie ik. Ja. Onthullende lezing. Het is een andere inkijk die u ons gegeven heeft dan anders. De mensen die het hebben meegemaakt, die voelen het op een andere manier en kijken er op een andere manier naar. En u heeft er een wetenschappelijke zienswijze aan toegevoegd en ik denk dat dat een hele goede combinatie is. Dat het een en het ander heel goed naast elkaar kan staan, waardoor de volgende generatie er op een andere manier naar kan gaan kijken. Dank u wel. Mijn aangenomen neef, zeg ik maar even, Robin Bok. En waarom aangenomen neef? Ik had een pleegmoeder, die heette Medi Bok. Zij leeft niet meer. Maar wij kwamen er vandaag achter dat Robin zijn vader en mijn pleegmoeder familie van elkaar zijn. Neef en nicht in de verte. Dus mijn aangenomen neef, Robin, je hebt... Je hebt waanzinnig mooie, aangrijpende gedichten gemaakt en aan ons gegeven, luisteren gegeven en het heeft heel veel indruk gemaakt. In elk geval op mij. Dankjewel. Even kijken hoor, ik ben ook wat ouder geworden, dus waren de mensen bij Tante Ine in de kamer, hè? Tante Ine? Tante Ine, ik mag het wel verklappen, want ze zei toen ik haar de eerste keer sprak, Tante Ine is 88. Daar hebben we wel respect voor, hè? Vind ik ook. Tante Ine, dank je wel. Dank je wel voor het. Ja, en dan haar nicht. En nicht Wanda, Wanda Pelt, is heel actief, niet alleen in de politiek. Ik zeg niet in welke politiek, want ik mag niet meer invloeden. Maar Wanda is niet alleen actief in de politiek, ook in de zorg. Ze doet van alles in de zorg om te zorgen dat in elk geval haar vader het beter krijgt in het huis waar hij woont. En zo doet ze meer van dat soort dingen. Ze ziet, ik weet het allemaal niet. Ik tref er altijd op. Tijdens de herdenking 14 augustus in Amstelveen. En de mensen die in Amsterdam en omgeving wonen, kan ik aanraden om daar op 14 augustus 's avonds eens naartoe te gaan, want het is een hele bijzondere herdenking. Ja, en dan Luetta. Toch? Van dat dank je wel, hè. Ik noem
me niks zo draaien. Oude vrouw ben ik er dan niet. Als het goed is, dan zou er een boeket voor jou zijn. Toch dat? Het is niet goed. Nou, daar gaan we straks. Gerrit. Het is niet te geloven. Juwetta, jij viert je verjaardag vandaag met ons allen. Je hebt 250 mensen uitgenodigd op een feestje. Dat is niet niks. In elk geval, je hebt het fantastisch gedaan. Je hebt je vader trots gemaakt als hij erbij zou zijn. Je vader was er wel in 1990 bij toen Malle Babbes won. Dat weet ik zeker, want toen was ik er ook. Juwetta, hartelijk dank. Heb nog een fijne avond. Wees trots op jezelf. En wij zien elkaar gauw weer. Dank je wel. Ja, dan hebben we het Indische Herinneringscentrum. Mensen die voortdurend voor het Amsterdamse Zuidoostcomité klaarstaan om gezamenlijk deze zesde Indië-lezing, maar ook de voorgaande lezingen, te organiseren. En die mensen die doen het geweldig. Zonder de dames, en dan moet ik ze noemen en dat kan ik helemaal niet. Suzanne en Peggy en Arjuna. Heb ik ze nou alle drie? Ja, hè? Niemand vergeten? Wie? Yves. Ja, ja. Kijk, Yvonne is met vakantie. Nee, dat doen we niet. Yvonne van Genugte is de directeur van het Indische Herinneringscentrum. En die dag, die meiden van mij, die doen het zo goed. Ik kan rustig met vakantie. Nou, jullie hebben het geweldig gedaan. Heel, heel, heel erg dankjewel van ons. En dan het comité. Het 4-5 mei comité, stichting 4-5 mei. Want wij zijn eigenwijs in de Republiek Amsterdam-Zuidoost. Wij hebben een eigen stichting voor het 4-5 mei comité en ja, wij doen een heleboel leuke dingen, waaronder volgend jaar samen met het Indische Herinneringscentrum de 7e Indië-lezing. Tot dan. Thank you.